En als iedereen weer stil zit en deze kant op kijkt, dan kunnen wij weer gaan beginnen met ons programma. Want hier op het podium is al het een en ander gebeurd. De Tom is de Tom niet meer, maar ik kan toch niet helemaal zien wat er nou zo anders aan is. Wij hebben namelijk twee uiltjes op visite. En wat die allemaal zien terwijl ze over ons dorp vliegen? Ik ben benieuwd. Geef ze een groot applaus. Janne en Jitte als de Ulvenhoutse bosuiltjes. Wacht, we zijn ons vergeten voor te stellen. Oh ja, ik ben Bolletje en ik ben Dolletje. Zal ik jullie eens even wat vertellen? We vlogen laatst over UVV en je weet niet wat we zagen. Ja, we vlogen langs de kleedkamers en we keken naar binnen. Toen zagen we meester Pieter met een paraplu onder de douche. Ik zeg, hé, wat doe je met die paraplu onder de douche? Zegt meester Pieter, ben mijn handdoek vergeten. Zal ik je nog iets vertellen? Ja, over die collectebus zeker. Ja, die is het. Dus we stonden bij een UVV voetbalwedstrijd te kijken. En opeens kwam er iemand met een collectebus naar de coach. Toen zei de coach, aha, vast voor een goed doel. Ik ben dol op goede doelen. Of, nou ja, alleen het wijs maken. Wat vind je trouwens van mijn nieuwe kettingje? Wow, supermooi. Eerst wilde ik naar Kabaal en Co gaan. Maar toen kwam ik erachter dat ze verhuisd zijn naar het oude schooltje. Ik hoop maar dat ze nog een oude schoolbankje hebben laten staan. Want er zijn genoeg ouders in Ulvenhout die nog wel een lesje kunnen gebruiken. Weet je nog toen wij bij elkaar in de klas kwamen? Ja, toen gingen we gelijk met Nauta Kortedeel praten over onze vakantie. Ja, ja, ja. En ook met Jos 1, toch? Toen vroeg Jos aan ons, waar zijn jullie eigenlijk op vakantie geweest? Tja, onze moeder kan goed vliegen, onze vader kan goed vliegen en wij kunnen goed vliegen. Dus het was een vliegvakantie geworden. Toen vroeg Nauta aan Jos de Eend, waar ben jij dan op vakantie geweest? Zei Jos, mijn vader kan goed zwemmen, mijn moeder kan goed zwemmen en wij kunnen goed zwemmen. Dus het was een zwemvakantie geworden. En jij, vroegen wij aan Nauta Krokodil? Nauta zei, mijn vader heeft een grote bek, mijn moeder heeft een grote bek en wij hebben een grote bek. Dus ze waren in Ulvenhout gebleven. En Addy zei laatst tegen haar man, ze wil een leuk weekend van maken. Zegt haar man, ja leuk, zie ik jou maandag weer. Zeg Dolletje, waarom heb jij eigenlijk zo'n grote bult op je hoofd? Nou, ik was dus laatst bij de molen en de molenaar waarschuwde mij dat er 4 wieken op de molen zaten. Dus ik ging tellen, 1, 2, 3, 4. Toen leek mijn hoofd door het raam en pas, leek er nou toch nog een 5 achteraan te komen. Oh, kom je daarom te laat op school? Ja, toen begon juf Jan ook nog tegen mij te schreeuwen. Waarom ben jij zo laat op school? Waar ik op antwoordde. Ja, maar u heeft gisteren nog gezegd. Het is nooit te laat om te leren. Die morgen mochten we ook met de bus mee. Probeert meneer René lollig te doen en gaat naast de buschauffeur zitten. Oh, ik krijg weer hoofdpijn als ik eraan denk. Nou, dan vertel ik het verhaal wel. Begin meneer René naast de buschauffeur. Als mijn moeder een koe was en mijn vader een stier, was ik een lief kalfje. Als mijn vader een paard was en mijn moeder ook, was ik een veulentje. Als mijn vader een olifant was en mijn moeder ook, was ik een lief baby-olifantje. Zo ging hij verder met allemaal verschillende dieren. Totdat de buschauffeur het zat was en riep,
Wat nou als je moeder een domme trut en je vader een klunzige clown was? Tja, dat was ik buschauffeur, zei meneer René. Wist je trouwens dat er een nieuwe bakker in Nieuwvernoot is? Ja, een echte bakker. Maar hij ligt wel in het ziekenhuis. Hoezo? Hij is aangevallen door een tijgerbrood. En bij de nippen maakt al tegenwoordig friet van nieuwe aardappelen staat op het bord buiten. Ben benieuwd waar hij ze eerst van maakte. Toen ik laatst over de praktijk van dokter Martens vloog, ving ik een telefoongesprek op. Een meneer wilde een afspraak maken, zegt de assistente. Oh, ik zie dat de dokter pas over 2 weken tijd heeft. Ja, dat is mooi. Dan kan ik wel dood zijn. Geen probleem hoor, meneer. Als uw vrouw heeft gebeld, zeg ik de afspraak gewoon weer af. Zeg, wist je ook dat er nu oefje in Nieuwvernoot is? Dat is toch helemaal niet handig? Die vliegt meteen weg. Zo, weet je wat ik denk? Ik denk dat het tijd is om verder carnaval te gaan vieren. Ja, inderdaad. Dus nog veel plezier en lekker feesten. Maar pas goed op, want wij zien alles. Jongens, ik heb enorm om jullie gelachen. Hoe vonden jullie het om in zo'n ton te mogen staan? Het was op het begin heel spannend. Maar als je er eenmaal staat en gaat praten, dan gaat dat op vanzelf, zeg maar. Oh, maar dat was ook wel een beetje te zien hoor, dat jullie het echt heel goed kenden. Hoe ging het bij jou? Ja, ook wel goed. Ook wel goed? Fijn. Esther, heb jij hier iets over te vertellen, over dit enorm grappige stukje? Wat een leuke bosuiltjes zijn jullie. Vol grappen over het Ulverhout en omstreken. Ik heb ook erg om jullie moeten lachen. Jullie hebben het super gedaan wat mij betreft. En Tom, wat heb je hier nog aan toe te voegen? Ja, dat ik dit wel heel erg briljant vind. Dat je de bosuiltjes bent. Dat je in de Ulverhoutse molen kruipt. Dus eigenlijk overzicht hebt over alles wat in ons dorp gebeurt. En dat je dat ook zo nog eens in de grappen weet te benoemen. En niks ten nadele van de rest, maar ik heb voor het eerst vanmiddag echt hele leuke, goede grappen gehoord. Daar heb ik echt van genoten. Dankjewel. Ook dit is weer enorm goed jury-commentaar. Ik zou, als ik jullie was, ook maar ontzettend trots zijn op wat jullie daarnet hebben gedaan. Geef ze nog één keer een super hard applaus, jongens. It's Susan Lynch, it's Susan Lynch, you're in it.